Hey, super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Een video samen koken met alle handen. Ik ben Marlieke Cox, dit is mijn dochtertje Aimee van 2,5. En je kent ons misschien van YouTube, van onze wekelijkse vlogs. Ik ben ook nog zwanger, dus ik heb echt meer dan ooit zin in lekkere zoete dingen. Dus we gaan vandaag een heerlijke speculaastaart maken. 250 gram bloem. Ja, goed zo. Even hard pakken. Ja, proeven hoort er wel bij. Een belangrijk onderdeel van samen koken is natuurlijk wel proeven. Dit is de suiker en daarvoor hebben we 100 gram. Ik ben verbaasd over de hoeveelheid speculaaskruiden, want dat is ongeveer bijna het hele potje. Maar ja, dat maakt het natuurlijk wel extra lekker. Dus we volgen gewoon het recept. We gaan er nu 175 gram boter bij doen. Ondertussen is de helft van deze bak wel leeg. Dus het is niet per se een hele lichte taart, maar wel heel erg lekker. En een snufje zout. Ik ga kneden. Deeg, lekker stevig. Gaan we op aluminiumfolie leggen en 30 minuutjes laten rusten in de koelkast. Ik ga nu de amandelspijs fijn maken met een vork, zodat we makkelijker kunnen mengen met de crème fraîche en het ei. Het mag best wel lekker van die grove stukken amandelspijs tussen zitten, want het geeft ook een beetje een bite. En gewoon lekker. Ik kom erachter dat het helemaal niet handig is om dat op het aanrecht te doen, want je kunt het net zo goed meteen in je vorm doen. Soms moet je dingen ook niet moeilijker maken dan dat ze zijn. Goed aandrukken en dan gaan we gewoon nog even hiermee overheen, zodat het mooi glad is. Ik ruik dit, ik zou willen dat jij dit rook. En ik ben bang dat die in één avond opgaat. We gaan hem eerst de oven in doen. 30 tot 40 minuutjes op 175 graden. En dan gaan we smullen. En 30, 40 minuutjes later heb je een heerlijke gevulde speculaastaart in je handen. En zoals ik eerder al zei, het ruikt echt overheerlijk. Ik ben heel benieuwd naar de smaak. Vond je dit nou een leuke video? Duimpje omhoog. En volgende week dinsdag zijn we er weer met een nieuwe kookvideo. Op het kanaal van alle handen. Ik vond het leuk om samen met jou te koken. En ik zie je hopelijk een volgende keer weer. Doeg!